zo'n saaie auto zo lang zo goed is verkocht geweest in Nederland. Als daar kan er nog steeds niks van bestaan, dus je moet met zo... Ik zou het heel leuk vinden als... Je man is, het komt wel dat het steeds harder gaat regenen misschien, dan ik het daarom ook niet kan bestaan. Het verlos hem, kunt u mij horen? At about 12:30 p.m., as the president's limousine turned onto Elm Street, the police chatter turned from routine to urgent. Looks like the president's been hit. Help, stand by. 10-4 Parkland has been notified. Sirens can be heard as the motorcade races the 4 miles to Parkland Hospital. Kennedy wordt dan doodgeschoten. En Johnson zegt dus van, ik ben de vredeskandidaat, ik ga het allemaal niet doen. En ondertussen in het geheim worden voorbereidingen getroffen. En dan voorziet hij zich van een motie door het congres, die hem eigenlijk onbeperkte mogelijkheden biedt om in Vietnam te doen wat ze zouden willen doen. En dat is? En dat is een zogenaamde Tonkin-golfresolutie. Maar wat wil hij daar dan doen? In die Tonkin-golf zouden Amerikaanse marineschepen aangevallen zijn door motortorpedoboten van Noord-Vietnam. Of dat wel of niet gebeurd is en in welke mate en hoe ernstig is nog steeds in de nevelen van de geschiedenis gehuld. Waar Johnson zei dat is schandelijk, we zijn aangevallen, er zijn ook wel even voor straf gebombardeerd. En toen is in het Amerikaanse congres een motie aangenomen waarin in feite Johnson gelegitimeerd werd om al datgene te doen wat hij noodzakelijk achtte om Amerikaanse posities in Zuid-Vietnam te verdedigen. Dat was overigens... Even denken, moet ik even zien dat ik niet op de gebeurtenissen op onverantwoorde vooruitloop. Als Johnson met massale meerderheid gekozen is, is het de zaak om ondertussen wat in het geheim besloten is te gaan effectueren. Ze zoeken eigenlijk naar een aanleiding om eens even die Noord-Vietnamezen op hun nummer te zetten door te gaan bombarderen. Zoals de Amerikanen dat vaak doen. Ja, en inderdaad, zo'n aanleiding bood zich aan. Begin 65 werden een aantal Amerikanen die daar, van die Amerikaanse adviseurs, die kwamen om bij een aanval van de Vietcong. Dat leek ze een prima aanleiding en zij beginnen ze met het tijdelijk bombarderen van Noord-Vietnam, maar al heel snel wordt dat gecontinueerd en wordt dat een permanent onderdeel van het Amerikaanse optreden. Dat heet Rolling Thunder, waarbij ze Noord-Vietnam gaan bombarderen. Waar komt die naam vandaan? Ja, rollende donder, weet ik veel. Misschien een Indiaanse uitdrukking, ik heb geen flauw idee. Dat doen ze wel vaker, de Amerikanen. De operatie heette Rolling Thunder in ieder geval. En tegelijkertijd komen de eerste Amerikaanse mariniers toch aan land in Da Nang. Dat kan je ook even op de kaart opzoeken, dat is ook zo'n beetje halverwege Da Nang, waar al heel snel een enorme Amerikaanse basis wordt gebouwd. Dat alles hielp eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Dat wil zeggen, de positie van dat generaalsregime in Zuid-Vietnam, dat ging er niet wezenlijk op vooruit. De Vietcong werd eigenlijk niet werkelijk effectief bestreden. Dus er leek maar één oplossing aanwezig, namelijk het escaleren van het conflict. Precies, vechten. Dus ik geloof al aan het eind van 65 waren er al 160.000 Amerikanen in Vietnam. En tenslotte escaleert dat door in de daaropvolgende jaren tot er ruim 500.000 Amerikanen in Vietnam vechten om te vermijden dat de Vietcong daar de macht gaat overnemen. Dat is misschien een nuttig punt om dit afschuwelijke verhaal te stoppen en het volgende week voor te zetten en te kijken dat het, hoe dramatisch, letterlijk dramatisch het af gaat lopen. Want het slot van dit verhaal is filmwaardig en ook voortreffelijk verfilmd in, hoe heet nou die film over Vietnam? Kan ik nu natuurlijk niet opkomen, maar iedereen heeft hem vast met Robert Redford. Niet Saigon. Nee, niet Saigon. Want het gaat eigenlijk om het slotstuk. Dat speelt zich af op het dak van de Amerikaanse ambassade in Saigon. Maar die film heet...
Het was niet Robert Redford, die bedoelde ik niet. Maar mijn geheugen laat me in de steek. De luisteraars zitten, die roepen thuis, het is toch die en die film. He, dat is dat die daar niet op kan komen. Hoe is het mogelijk? Het is ook met die film waar een Russisch roulette wordt gespeeld. Nou, we komen er straks op terug in het vervolg. Ja, maar hoe laat is het nu? Even kijken. Het is nu 4:15. Ja, dat is een mooie tijd om te stoppen. Oké. Kijk nog even of er een paar vragen zijn die kunnen doen. Ja, vraag. Ik kan ook nog wel. Even kijken, een paar korte vragen. We waren dus nu gebleven op het moment dat Johnson stap voor stap in feite de oorlog in Vietnam escaleert. De interventie in Vietnam escaleert. Ja. Daar zijn we gebleven. Ja, precies. Dus, het loopt slecht af. Ik bedoel, als de luisteraars niet tegen hem als die een happy end willen, dan moeten ze de volgende keer niet luisteren, want dit loopt niet gelukkig af. Even terug. Hallo Tom en Maarten. Zouden jullie een podcast willen doen over Flevoland, aangezien het mijn prestatie van wereldformaat leek om een complete provincie te creëren uit het water? Naar mijn idee is er veel te weinig aandacht in de media voor deze bijzondere prestatie. Met vriendelijke groet, Teun Verbruggen. Ja, dat is sowieso natuurlijk de afsluitdijk, het deltaplan. Of we daar nu nog op dezelfde manier over denken als toen, is vers 2. Maar je zou ook natuurlijk het veranderende denken over de kustverdediging in Nederland. Dat kan natuurlijk ook een rol spelen. Dat we überhaupt in West-Nederland natuurlijk een hele rare richting zijn ingeslaan door het land droog te pompen. Nederland is een rivierdelta. Nederland is een rivierdelta en was van ouds een hele drassige rivierdelta. Maar in een drassige rivierdelta zijn allerlei agrarische activiteiten niet mogelijk. Dus hebben we besloten om West-Nederland zoveel mogelijk zo droog mogelijk te pompen. Met als gevolg dat die veengrond die lijn aan inklink. Een meter per eeuw. En dat gaat gewoon nog in een vrij hoog tempo door. Voor de agrariërs is het belangrijk om het droog te pompen. Op de lange termijn is het een rampzalig scenario om het land droog te pompen. We moeten eigenlijk weer terug naar een betrekkelijk drassig gebied. Want dat droog pompen, het zakt. Denk aan een stad als Gouda. Dat als je 2 maanden de andere kant op kijkt, dan is Gouda gewoon in de bodem verdwenen, bij wijze van spreken. Wat ook allerlei problemen gaat geven met grondwater enzovoort. Dus misschien moeten de hele behandeling van de waterdreiging, zoals dat zo vrij heet, nog eens nader beschouwd worden. Met ook daarbij aandacht voor werken met de natuur. Ja, ja. Het blijkt namelijk altijd dat als je interveneert in de natuur, dat eigenlijk een soort waterbedachtig effect heeft. Dat je drukt op de ene plek en dan komt er een bult op een andere plek. Je doet er iets aan en dan wordt er een effect wat je totaal niet voorspeld hebt. Dat doet ze ook op een andere plek voor. Maar ook natuurlijk werken met de natuur om te kijken wat kunnen we op deze. Zelf is het een prachtige prestatie, de afsluitdijk en de polders enzovoort. Maar ja, denk aan de Markerwaard, waar ze eigenlijk al werkende weg al besloten hadden. Die Markerwaard hoeven wij eigenlijk niet zo erg in te polderen. Beste Maarten, over de podcast vanuit Tivoli. Ik moet trouwens zeggen Tivoli Vredenburg, want Tivoli, dat is het oude Tivoli. Utrecht bestaat in 2022 900 jaar. Wellicht, dat klopt. Wellicht is de geschiedenis van de stad een goed onderwerp voor de podcast. Utrecht zelf besteedt er aandacht aan door burgers aan het woord te laten. Kijk maar eens op gekomenomteblijven.nl. Gekomen om te blijven, ja, dat geldt voor mij ook in Utrecht. Ja. Ik vond het niks in het begin dat Utrecht, ondanks die 900 jaar. Het is trouwens uitverkocht, hè? Ik heb nog even zelf wat statistieken gestuurd. Ze hadden namelijk heel veel mensen die er nog nooit eerder waren gekomen naar het theater. Dus ze vonden dat wel interessant. Even kijken. Statistieken van de kaartverkopers is het veel nieuw publiek. Dit is hun eerste aankoop bij Tivoli Vredenburg. Geen publiek dat we eerder al hebben bereikt. Dan hebben ze er wat dingetjes bij gedaan. Wat denk je dat de mensen in welke leeftijdscategorie denk je dat het populairst is? Ik heb geen idee, waarschijnlijk jonger dan je zou denken. Dus ik denk van 25 tot 35. Er is één iemand die is tussen de 14 en de 17 die een kaartje heeft gekocht. Dat mag, hè?
En de het is voor alle leeftijden, dat is het leuke ervan. Vroeger had je, hè, voor alle leeftijden had je, dan had je tot 14 en dan tot 18. Ja. Boven de 18, dat waren dat moest van een ongekende zondigheid moest dat zijn. Was dat ook zo? Ik heb geen idee. Oh. Er werd wel mee gesmokkeld. Oh. Ik geloof dat de bioscoopautoriteiten in Wageningen het niet altijd even ernstig namen. Oké, okay. Dan hebben we 82 mensen die zijn tussen de 26 en de 35. En er zijn maar 3 mensen die zijn ouder dan 66. Oh, wat is dan de grootste groep? Nou, dat is die groep tussen, even goed kijken. Ja, is die groep tussen 26 en 35. Dat is 31%. Dat had ik meteen goed dus. Ja, ja. Kijk aan. En dan volgt daarna 46 tot 55. En dan hebben we 36 tot 45. En 18 tot 25, ja, toch ook een grote... Dat ze dat dan maar bijhouden. Zeg, ja, ik vind het spijt me ontzettend voor al die lui. Ik neem aan dat podcastluisteraars zijn, want anders kom je toch niet naar een podcastopname. En laten we ze dan maar beloven dat als het niet door kan gaan, om wat voor reden dan ook, maar waarschijnlijk dus de COVID, dat we dan een herhalingsoefening zullen doen. Het wordt wel verplaatst, ja, dan houd uw kaartje, bewaar uw kaartje. Plak het boven de haard met een punaise, dat u het goed kunt vinden als we het na uitstel toch doen. Maar dat doet Tivoli Vredenburg allemaal, hè? Die handelen dat allemaal. Oké, heel goed. De meeste mensen komen uit Utrecht, tweede plek Amsterdam, dan Nijmegen, Rotterdam, Haarlem, Tilburg, Amersfoort, Den Haag. Ik weet niet of daar een systeem in zit, eerlijk gezegd. Maar Zwolle, Zoetermeer, ook mensen uit Harderwijk, Wageningen, 3 mensen uit Wageningen. Oh, kijk, dat die moeten wel op de eerste rij zitten, vind ik. Ja. En dan hebben we Leiden nog en Eindhoven. Er komen ook 3 mensen uit Eindhoven. Kortom, uit alle steden boven de 50.000 inwoners zijn wel enige vertegenwoordigers aanwezig. Ja, en de meeste mensen zijn man. Ja, dat is bij mij altijd hetzelfde liedje. Okay. Dat zei ze ook altijd als ik in bibliotheken kwam spreken. Dan zei ze, het altijd hetzelfde. Goh, meneer Vos, zo interessant. Op onze culturele avonden hebben we altijd een ruime meerderheid aan vrouwen. En nou komt u spreken en nu is er voor het eerst sinds Sint-Juttebus een ruime meerderheid aan mannen. Ja. Is dat niet gek? Ja. Ik richt mij toch niet specifiek op mannen? Of maak ik een zo onvrouwelijke, ik bedoel vrouw onvriendelijke indruk, dat die vrouwen niet komen luisteren of niet willen luisteren? Nou, ik denk dat af en toe misschien een beetje schelden, dat mannen dat eerder leuk vinden dan vrouwen. Ja, dat zou kunnen. Ik schel toch nooit? Ik heb vaak wel heel coherente, gestructureerde kritiek op hoe de samenleving in elkaar zit. Maar van schelden zou ik niet willen spreken. Dit is Ken Peters, die zegt: ik luister met veel plezier. Zelf ben ik nog een twintiger die tot nu toe voornamelijk op de hoogte blijft van de actualiteit via nu.nl. Nu ben ik aan het overwegen om over te stappen naar een krant of een digitale krant. Graag hoor ik de mening van Maarten over de Nederlandse kranten. Welke leest hij? Dat is onder andere NRC. Welke raadt hij aan en welke niet? En wat zijn de verschillen? Bedankt, Ken Peters. Ja, er zijn in Nederland een aantal serieuze dagbladen. Die mag Ken wat mij betreft gewoon gaan lezen. Dat kan helemaal geen kwaad. En dan kun je dus denken aan NRC Handelsblad, wat ik ongetwijfeld al wel eens vermeld had. Maar waarom is dat goed? Omdat het een vrij serieuze krant is. Die bovendien absoluut niet extreem is in zijn standpunten. Wordt ook altijd geloof ik gezegd dat het een D66 krant is, als ik het wel heb. En al, we hebben het erover gehad, ook zij hebben meegewerkt aan het op het schild heffen van die man die nu getrouwd is, maar van wie ik nu verder de naam niet meer zal noemen. Maar goed, trouwens ook een prima krant. Het komt me moeilijk uit de mond, maar ook de Volkskrant is een keurige krant. Dat komt omdat ze als columnist eruit hebben gegooid. Ja, hè? Ja, ik heb wat dat betreft nog steeds. Hebben ze niet nog gebeld? Want je had een lichte wrok tegen de Volkskrant. Maar bij Frank heb je toen gezegd, ik wil wel weer terug. Heb ik dat gezegd? Die kwam met Radio 1, was jij de minister. Eventjes, een half uurtje. Oh, daar kan ik me weer niet zo aan herinneren. Ben ik ooit minister geweest? Deze zomer, ja, zogenaamd. Hadden ze toch een NPO Radio 1 programma. En dan was jij zogenaamd de minister van Defensie, volgens mij. Oh, ja. En dan moest je allemaal besluiten nemen. En toen zei je, ik begin het eerste wat ik doe, is dat ik pas om 1 uur 's middags begin. Mm. Net als bij de slimste mens. En ik heb nog wel regelmatig de medewerkers gepeild of ze dat nou vervelend vonden. Nee, wel hartstikke fijn dat we pas om 1 uur begonnen. Ja. Maar toen zei jij van, ik zou wel weer terug willen bij de Volkskrant. Dat was in dat gesprek. Oh, dat moet ik zeggen, kennelijk een uiting van exuberantie die mij nu verbaast. Oké, daar sta je niet meer achter. Nou ja, zou ik het willen. Welke krant moet je niet lezen? Vraagt hij ook.
Ik vind de Telegraaf geen prettige krant. De Telegraaf is een actiekrant en de Telegraaf is toch, laten we zeggen, in allerlei opzichten de gezoende volks hem vinden. Die krant die wordt heel professioneel gemaakt, ja. Zonder meer. Ook grote delen van die krant zijn verder heel normaal en betrouwbaar, maar nou ja, zo'n actie als tegen de vrouwelijke burgemeester van Amsterdam, dat vond ik niet in de haak. Oké. Okay. Dan is er ook hier iemand die zegt van ik luister met veel plezier. Als geschiedenisdocent in de bovenbouw gebruik ik redelijk vaak verhalen die ik zelf weer uit de podcast haal. Mijn dank daarvoor. Ik wilde jullie alleen eventjes doorgeven dat Maarten in de Dirk Jan staat. Wist hij dat? Wat is de Dirk Jan? Dat heb ik je de vorige keer verteld. Oh, dat heb je al verteld, maar dan ben ik weer... Dat is dit mannetje. Oh, dat is een strip, oké. Okay. En daar hebben ze jouw hoofd opgeplakt. Ja, ik zie het, ja. Laatst hadden we een slimste mens, hadden ze ook zo'n... Je hebt daar van die gekke beeldseries, daar hadden ze ook over aan mijn hoofd opgeplakt. Ja. En het was bijzonder vervreemdend, was dat. Ja. Even kijken wat we dan nog hebben. Dit hebben we gehad, volgens mij. Beste meneer Van Rossum. Ja, die hebben we gehad. Even kijken. Oh ja, deze hebben we nog niet gehad. Dit is ook nog een vraag. Even luisteren. Beste Maarten en Tom. Je spreekt met Marcel Kerkhoffs. Ik heb een vraag. Die gaat over de boeken van Yuval Noah Harari. En in die boeken daar schetst Harari voor mijn gevoel nogal een dystopisch beeld. Of hij waarschuwt er heel erg over de rol van techniek in ons leven. En dat als we niet uitkijken, artificial intelligence een loopje met ons gaat nemen. De techniek in ieder geval een loopje met ons gaat nemen. Zodat we als overheid, als controlerende of sturende organen eigenlijk steeds meer achter de feiten aan gaan lopen. Mijn vraag is eerst Maarten van of jij die mening ook deelt of die visie van Harari. En daarnaast ook van hoe je aankijkt tegen het verlengstuk wat ik volgens mij zie gebeuren nu. Dat met het invoeren van een QR-code. Dat dystopische beeld voor mij wel een beetje vorm begint te krijgen. Nou, dat komt nog wat achteraan. Maar eventjes... Ik begrijp waar die heen wil. Nee, ik ben niet een gelover in wat je ook altijd in de supplementen van de kranten leest. Dat de artificial intelligence plotseling de macht zal overnemen. Ik weet niet precies hoe dat er dan uit gaat zien. Ze zeggen, trek de stekker eruit, dan moet het al gauw afgelopen zijn. Daar zijn we gewoon zelf bij. We moeten een aantal dingen niet uit de hand laten lopen. Dat hebben we wel gedaan. En dat is de bekende discussie over de techreuzen, over Amazon en Facebook en dat soort van verschijnselen. Dat moeten we behoorlijk, dat moet onderworpen worden aan wet en regelgeving op een zodanige manier dat uitwassen niet mogelijk zijn die nu zich wel vol degelijk voordoen. Maar dat artificial intelligence plotseling de macht gaat overnemen, nee, daar geloof ik helemaal niet in. Ik moet bekennen dat ik in dat eerste boek van Hariri begonnen ben. Over die, zeg maar, de breed opgezette geschiedenis van de mens. En dat ik op bladzijde 50 dacht, ja, het is ongekend arrogant. Ik weet dit allemaal al lang. Dit is voor mij absoluut niet nieuw. En wat schrijft u dan? Wat? Wat staat er dan? Nou ja, hoe de mens zich in eerste instantie ontwikkeld heeft. En wat essentiële menselijke eigenschappen zijn. En ja, dat als je dat gevolgd hebt, het ontstaan van de mens. De mens is een relatief recente soort, 200.000 jaar oud ongeveer. En de ontwikkeling daarvan, dat is een vrij bekend verhaal. Als je dat gevolgd hebt, als je niet gevolgd hebt, dan denk je zo, dat wist ik helemaal niet. Maar dat gold voor mij dus niet. Dus ik ben gestopt met lezen, daar kwam het eigenlijk op neer. En ik vond zijn voorspellingen over de 21ste eeuw, ja, zou ik daarvoor zeggen. Dat blijft altijd een slag in de lucht. Dat zegt mij niet zoveel. Wat was dus voorspelling? Alle voorspellingen. Maar hij heeft daar een hele reeks van voorspellingen. Alle voorspellingen op termijn van een kwart eeuw of meer. Daar heb ik mijn twijfels bij. En de QR-code die deze man noemt? Ja, die QR-code is hartstikke handig. In het geval waar we nu mee te maken hebben. Is dat de bedreiging van onze vrijheid nu. Als u het eng vindt. En dan gooit u uw smartphone vanmiddag in de sloot. Dan bent u er vanaf. Ja, dan kunt u allerlei dingen, daar kunt u niet meer heen. U kunt bijvoorbeeld niet naar de podcastopnames in Tivoli Vredenburg, dat wel. Maar goed, u bent er ook van verlost als u het zo wil zien.
Bovendien blijkt die QR-code, dat hebben die twee studenten al weken geleden zo helder uitgelegd op tv, een van de meest makkelijk te vervalsen aspecten van de COVID-controle. Ze hebben nu wel een update gedaan, hè? Dus als je een update doet, dan kan het nu moeilijker. Oh, nou ja, goed. Maar zie ik de QR-code als een bedreiging van mijn individuele vrijheid? Nee. Sterker nog, ik heb geen QR-code, dat is het leuke ervan. Als hij dat eng vindt, dan moet hij dus dat gele boekje nemen. Ja. Maar misschien vindt hij het gele boekje ook wel eng. Maar het gele boekje is heel normaal, dat staat gewoon in alle injecties, alle vaccinaties die je ooit gehad hebt. Ja, oké. Okay, en dat wordt overal, in Duitsland waren ze diep onder de indruk. Ach, ze hebben een medisches, hoe heet dat, de paspoort, vonden ze geweldig. Ja. Overigens werd het in Duitsland ook vrij willekeurig wel en niet gecontroleerd. Ja. Dan hebben we deze meneer. Erik Schuifzand uit Rotterdam. Ik luister al een tijd naar de podcast van Maarten. Ik geniet er heel erg van. Ik vind de meeste onderwerpen eigenlijk wel leuk, maar vooral toch een stukje over de auto. Ik kan er toch niets van verstaan. Dus je moet me zo even vertellen wat hij zegt. Hij vindt de auto leuk. Zou de Opel Kadett niet deze auto vindt hij leuk. De auto stukje uit de podcast, even luisteren. Het is een hele saaie auto. En die is tientallen jaren in Nederland. Opel Kadett gaat het over. Oh, de Opel Kadett, daar heb ik naast negatief over uitgelaten, ja. Hoe komt het nou dat zo'n saaie auto zo lang zo goed is verkocht geweest in Nederland? Daar kan er nog steeds niks van verstaan, dus je moet met zo... Ik zou het heel leuk vinden als... Je man is, het komt wel dat het steeds harder gaat regenen misschien, dan ik het daarom ook niet kan verstaan. Hij was ver van zijn microfoon. De Opel Kadett, zegt hij. Ja. Hij zegt, het is een hele saaie auto, maar toch zo goed verkocht. Hoe kan dat? Omdat het ding goed in elkaar zat. Omdat er niets origineels aan te vinden was. Wat ik al zei, het werd Duits geassembleerd, zat goed in elkaar. De tweedehandsprijs lag hoog. En het, op dat moment, en daar sprak ik eigenlijk over, was eigenlijk de kever verouderd. Een ontwerp van 1934, dus die was eigenlijk begin jaren 60 was dat ding echt compleet verouderd. En die Kadett was een totaal onorigineel autootje volgens de, laten we zeggen, op dat moment de beste methode in elkaar gezet. En daar was niks mis met die Kadett. Nee. Het was alleen een weinig origineel autootje. Ja. Dat wist ik helemaal niet.